Welkom bij Paul Dijkstra Composite. Hier bouwen we met een leuk team composite boten en onderdelen. Achter ons staat een heel groot schip en Paul gaat jullie daar meer over vertellen. We staan nu bij de spiegel van het schip. Een heel indrukwekkend project. Paul, kun je daar iets meer over vertellen? Hoe heb je dat gebouwd? Zeker. Nou, het bijzondere aan het casco is dat hij compleet van carbon is. Dus eigenlijk, wij denken dat het een van de grootste carbon motorboten gebouwd in Nederland is. We zijn eigenlijk begonnen met een mal opbouwen. Een houten mal. Die hebben we eerst helemaal opgezet, daar hebben we een oven in geïntegreerd. En vanuit daar hebben we eigenlijk elke laag carbon in die mal gelegd. Dus wat je ziet is eigenlijk de eerste laag, de opbouw is eigenlijk meerdere lagen, dan een schuimkern en dan weer meerdere lagen. Dan komt er een grote vacuümzak omheen en warmte erin. Het ontwerp is van Guido de Groot. De engineering is gedaan door Studio Delta. En de afbouw gaat plaatsvinden bij VMG Enkhuizen. Het probleem van deze boot voor ons was wel een beetje het formaat. De boot is heel erg hoog. Op het moment dat het casco voor ons klaar is, hebben we maar een paar centimeter over om door de deur heen te kunnen. Dus de boot zal helemaal moeten zakken en uit de loods gekraamd moeten worden. Dat betekent dat de boot 6 meter hoog is. De breedte van de boot is 5 meter en de lengte van de boot is 17 meter. In de romp zitten hele grote raampartijen die we gelijk in de mal hebben geïntegreerd. De kunst van ons werk is eigenlijk om zoveel mogelijk te integreren in de mallen en de boot uit zo min mogelijk onderdelen te laten bestaan. Dus deze boot is eigenlijk compleet gebouwd uit een romp, een dek en een flybridge. En natuurlijk overige onderdelen zoals bank, dashboard en allemaal andere kleine onderdelen. Maar we hebben zoveel mogelijk geïntegreerd in de mallen. Ook zoals een boegdroegschelp zit gelijk al in de romp verwerkt. Ik vind het een heel mooi project om aan jullie te laten zien, want wij zijn best wel trots op het project. We staan hier bij de spiegel van de boot. Achter de spiegel zit de motorruimte. In deze boot komen twee Volvo IPS motoren. Als we een treetje omhoog gaan, kan ik jullie de fundatie hiervan laten zien. Best wel een grote fundatie, er komen twee grote motoren in. Boven de motoren komt een vloer te liggen en op die vloer komt de tender. Dit noemen we eigenlijk de tenderbay. Er zit straks een hele grote klep voor de boot, die achter de boot open en dicht kan, waar je de tender in en uit kan leren. Aan de zijkant van de klep zit eigenlijk een deur. Dus we hebben eigenlijk een grote klep en een deur. En via de deur loop je de boot op. De hoofdonderdelen van dit casco zijn eigenlijk romp, dek en flybridge. Deze zijn alle drie in losse mallen en in losse ovens geproduceerd, waarna aan elkaar gezet. Het oranje wat jullie hier zien is de pielplei die op het laminaat zit om de romp en dek aan elkaar te lamineren. Ook kun je hier zien hoe de flybridge op het dek gemonteerd is. Dit is door middel van palen. Dus dit zijn eigenlijk sandwichplaten die we weer los op de vacuümtafel gemaakt hebben. En vast gelabineerd hebben aan de flybridge en aan het dek. Hier zit een heel grote carbon constructie die ook dient als deurframe. Deze staat nu onder vacuüm, dus hier zitten nu de laminaten op die
deurframe aan de flybridge en aan het dek vastmaakt. Waarom staat dit onder vacuüm? Nou, de laminaten die wij lamineren, daar zetten we allemaal vacuüm op. Vacuüm zet je er eigenlijk op om de laatste lucht uit je laminaat te trekken en om overtollige hars uit je laminaat te trekken. Door al die laminaten heb je eigenlijk aan het einde heb je een casco waarbij je eigenlijk geen open lijnverbindingen hebt. Alles is eigenlijk aan elkaar gelamineerd, waardoor het één is. En hierdoor krijg je eigenlijk een lichtere, sterkere constructie. Hier kunnen jullie zien hoe het laminaat eruit ziet als de vacuümzakken eraf zijn. En zo heb je eigenlijk een perfecte sterke constructie tussen je dek en je mullion en je flybridge. Het leuke aan composiet als materiaal is eigenlijk dat je het kan opbouwen vanuit heel veel verschillende manieren. Dus je bouwt eigenlijk niet een boot uit één plaatdikte, maar je kunt een boot uit meerdere lagen en verschillende lagen maken. Dus bij ons bepaalt de vezelrichting in welke richting je de sterkte wil hebben. Een mooi voorbeeld is, deze boot is hoofdzakelijk gebouwd uit 4 verschillende carbontypes, waarvan je eigenlijk UD-carbon, dat betekent eigenlijk unidirectional, dus lengterichting vezel. Dan hebben we biaxcarbon, dat is eigenlijk plus min 45 vezels onder 45 graden. En dan hebben we weefsel, en dat is eigenlijk vezels die over elkaar heen lopen in 0,90 richting. Ook maken we gebruik van verschillende schuimkernen, dus met verschillende persingen. Dus de bodem is bijvoorbeeld gebouwd met een 130 kilo per kuub persing, om de slamming van de golven zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Maar de lichtgewicht flybridge die zo hoog mogelijk op de boot is geplaatst, is weer zo licht mogelijk gebouwd met een 80 kilo per kuub persing. En zo kun je eigenlijk spelen naar een optimale opbouw voor hetgene wat je op dat moment bouwt. Voorop is leuk om te laten zien, hier zitten we wat meer in de aanbouwfase, dus dit is eigenlijk nog niet klaar. Leuk om te vertellen is, hier zie je allemaal verdiepingen in het dek zitten. Die verdiepingen die zijn eigenlijk gemaakt, zodat als hier later nog onderdelen opgelamineerd worden, dat het uiteindelijk flus uitkomt. Maar alles wat je aanlamineert wil je eigenlijk niet bovenop je product hebben, want dan moet de schilder dat allemaal wegplamuren. Dus wij proberen dat zoveel mogelijk met verdiepingen in de producten te integreren, zodat we alles kunnen aanlamineren. Hier zie je een basis voor een boulder. Ook daar zitten de verdiepingen omheen, zodat die heel zwaar aangelamineerd kan worden. Je zit heel hard schuim onder, om de krachten van de boulder te kunnen opvangen. Ook deze randen worden allemaal getrimd en nog aangelamineerd. Hier komt uiteindelijk nog een hele grote schuimrand omheen. Dus dit wordt eigenlijk overkapt en dat lamineren we weer allemaal in deze verdiepingen aan. Het leuke hieraan is te zien, hier kun je eigenlijk zien hoe we van een schuimkern naar een single skin, wij noemen dat single skin, dus dat betekent eigenlijk vol laminaat zonder schuim gaan. Dus dat gaan we eigenlijk door middel van het schuim af te schuinen met een 1-op-3 chamfer, dus eigenlijk een 1-op-3 schuine rand, waardoor de laminaten niet direct haaks om de hoek gaan. En dit is dan bijvoorbeeld een ondergrond voor een tafelpoot, dus die moet dan extra dik en extra veel carbon hebben om in door te kunnen bouten. We hebben heel veel verteld over het schip en in de volgende aflevering gaan we jullie nog meer vertellen, dus blijf kijken.